Zo, broeders en zusters, even geluidscheck. Ben ik goed te verstaan? Mooi. Dan gaan wij beginnen met de question and answer. Ik zal even kort nog even bidden. Voor degene die deel wil nemen, u kunt plaatsnemen. En dan open ik met gebed. Almachtig God, dank u wel, Vader, voor deze mooie dag die u ons geschonken heeft. Ik wil u vragen om de zegen, Heer, voor de vraag- en antwoordsessie. Heer, dat u, Heer, het antwoord mag zijn, Heer, op de vragen, Heer, waar mensen mee zitten. En, Heer, als wij geen antwoord hebben, Heer, dat we dan ook geduldig mogen wachten, maar altijd onze hoop mogen vestigen op u. Want u alleen, Heer, bent onze hoop. U alleen bent onze troost. Amen. Nou, God zegen allemaal. Vandaag hebben wij dominee Simon Lagendijk in ons midden. En jij bent hier voor het eerst. En misschien kunt u zichzelf even kort voorstellen. En daarna kunnen we de vragen gaan stellen aan Simon. Aan u het woord. Ja, ik ben Simon Lagendijk, predikant in de Hersteld Hervormde Kerk. Hiervoor 6,5 jaar predikant geweest in Zwartebroek ter Schuur, had je Bijbelbelt, twee kleine dorpjes met één Hersteld Hervormde gemeente. En nu predikant in de mooie stad Goes. Getrouwd met Anita, dat mag ik natuurlijk niet vergeten, heel gelukkig getrouwd zelfs. Verder zit ik binnen onze kerk ook in allerlei commissies. Bijvoorbeeld de commissie die de kerkorde, het kerkelijke wetboek schrijft. Ik zit in het bestuur van de klasses. En daarnaast zit ik ook in Bijbels Beraad. En daar ken ik Sam weer van. Ja, nou, dank u wel. En het is een, ook een eer om u te ontvangen. Dat, dat de gemeente van Christus is breder dan alleen hier. En daarom nodig hij ook gastpredikanten uit. Om ons ook een zegen te mogen zijn voor ons. Nou, laten we beginnen met de vragen. Ik zal beginnen met de vragen die verzonden zijn aan mij. En daarna kunnen we overgaan naar de live vragen. Nou, ik heb behoorlijk veel vragen gekregen. Dus bedankt daarvoor allereerst. Ik kan geen garantie geven dat we een antwoord kunnen geven op alle vragen. Sommige vragen zijn misschien complex, moeilijk. En dat heeft gewoon meer tijd en overdenking nodig om een goed antwoord te geven. Dus dan kunnen we het gewoon rustig parkeren. Sommige vragen zijn ook geparkeerd trouwens. En dan hopen we de volgende keer het te gaan behandelen. Nou, laat ik beginnen met de eerste vraag. Dat is als volgt. En dit heeft dan niet zozeer te maken met de preek van vandaag. Maar dat is een beetje dat is een andere vraag. Waarom werden de zonen en dochters gestenigd van Achan bij Jericho, terwijl je ergens anders leest dat God de zonde van de vaders niet vergeldt aan de kinderen? Deuteronomium 24, vers 16. De vaders mogen niet ter dood gebracht worden om de kinderen en de kinderen mogen niet ter dood gebracht worden om de vaders. Ieder zal alleen om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden. Dat is de vraag. Ja. Kijk, een leuke binnenkomen. Gelukkig had je hem al geappt, dus heb ik er even over na kunnen denken en even kunnen opzoeken. Er zijn twee manieren om daarmee om te gaan. Ik denk dat je moet zeggen, als de Heere zegt dat de kinderen niet verantwoordelijk gesteld worden door hem om de zonde die hun vaders of moeders gedaan hebben, dat het zo is. Dus dan moet je op zoek gaan naar een oplossing. Hoe zit het dan? Er zijn twee manieren om daarmee om te gaan. Sommige uitleggers die zeggen, als je die geschiedenis erbij pakt, Jozua 7 uit mijn hoofd, dan lees je eerst dat alles wat Achan heeft, als zijn bezittingen, maar ook als zijn vrouwen, kinderen en slaven, slavinnen, die worden allemaal meegenomen. En dan wordt hij daarna gestenigd. En die zeggen dan, ze werden met z'n allen meegenomen. En die kinderen moesten toekijken hoe hun vader alleen, vanwege zijn zonde, gestenigd werd. Nou, dat zou een hele mooie oplossing zijn. Waren het niet dat er een meervoud staat, zij meervoud werden gestenigd. Dus waarschijnlijk zijn ook de kinderen gestenigd. Nou, hoe zit dat dan? Ik denk dat je moet zeggen dat die
En dat is dan een aanname die je moet maken, dat die kinderen ervan afwisten. Hij had het begraven in zijn tent. Dat was waar de kinderen, waar de vrouw, waar zijn vrouw ook was. Dus die heeft daar lopen graven in zijn tent. En die kinderen hebben waarschijnlijk gezegd, oh mooi, wij zijn rijk. In plaats van papa, dat mag je niet doen. En die zijn daarmee medeschuldig geworden. En voor die uitleg is nog een ander argument. Namelijk dat bij Korach, Datan en Abiram, die ook door de Heer met de dood gestraft worden, zie je dat de kinderen van Korach niet gestraft worden. De kinderen van Datan en Abiram wel. Maar de kinderen van Korach niet, want zij hebben afstand genomen van de zonde van hun vader. Dus ik denk dat je het zo moet zien dat als kinderen in het spoor gaan van hun ouders, dezelfde zonde doen of instemmen met de zonde van hun ouders, dat ze dan dezelfde straf krijgen als hun ouders. Maar als kinderen afstand nemen van de zonde van hun vader of moeder, ja, dat ze dan alleen maar geprezen worden. De kinderen van Korach worden geprezen dat ze dat gedaan hebben, in plaats van gestraft. Dank u wel. En dat was zo'n vraag die we hadden geparkeerd. Maar dank u wel dat u tijd genomen heeft om het te onderzoeken. Ik hoop dat het beantwoord is. De volgende vraag. Bijbels Beraad had een artikel gepost. Dat was van de Christian Post. Dat ging over maagdelijkheid onder tieners. En dat het goed is om maagd te blijven tot aan het huwelijk. In het artikel, ja, werden ze met name de voordelen benoemd, maar ook de gevaren. En als je gemeenschap hebt voor het huwelijk. En dominee Maarten Klaassen had tijdens een preek gezegd dat de helft van de jongeren van een gereformeerde gemeente of gereformeerde kerk, kijk, er zijn zoveel benamingen in Nederland, straks noem ik een bepaalde denominatie, terwijl ik eigenlijk algemeen bedoel, behoudende. Hij heeft gereformeerde gezinten gezegd, dat daar vallen alle een beetje behoudende kerk onder. Dan, dat is een goede. Gereformeerde gezinten en behoudelijk. Dat de helft al gemeenschap heeft voor het huwelijk. En dat die huwelijk ook ingezegend worden. En de vraag is, hoe is deze cultuur of slechts denkwijze ontstaan? En hoe kan een gemeente, als het zo erg is, als ik die preek van dominee Klaassen hoor, hoe kunnen we de tijd terugkeren, zeg maar? Ik vind ze 50% eigenlijk erg laag ingeschat. Er zijn onderzoeken die 80, 90 of zelfs meer dan 90% aanwijzen. Dus er is echt een probleem. En dat onderzoek is ook in evangelische kringen geweest. En daar komen geen betere cijfers uit, helaas. Ik denk dat je moet zeggen dat heel veel jongeren, als het gaat om seksualiteit, dan liever de wereld volgt als wat ze vanuit het woord hebben aangereikt gekregen. Waarbij kerken jongeren wel kunnen helpen door het onderwerp expliciet te bespreken. Dus er zijn kerken, en zeker in de gereformeerde gezinten, werd er nauwelijks over seksualiteit gesproken. Of dan werd het gemeenschap genoemd. Nou, toen ik jong was, toen dacht ik bij gemeenschap niet aan seks of zo. Je moet expliciet zijn, concreet zijn als je wil dat jongeren snappen waar het over gaat en ingaan op hun problemen. Dus ik denk dat de kerk hard bezig is daar een inhaalslag te maken om dat wel bespreekbaar te maken. En niet alleen in de kerk, maar ook gewoon als jongeren bij elkaar komen. En dat is de enige manier. En tegelijkertijd, om echt Jezus te volgen, terwijl iedereen in je omgeving seks heeft en vertelt hoe geweldig dat is. En dat je een loser bent als je het niet doet. Ja, dat is best moeilijk. Dat gaat alleen als je dicht bij de Heer Jezus leeft. Als hij zo groot voor je is dat je daarom nee kunt zeggen. Maar ja, ik denk dat erg moeilijk en ingewikkeld is. En ook jongeren die wel de Heer Jezus lief hebben, daar gebeurt dat bij. Hè? Dus het blijkt een moeilijk onderwerp te zijn. En ik zou zeggen, het begint in de gezinnen. Ouders, spreek erover met je kinderen. En in de kerk, heb het erover. En help jongeren om staande te blijven. Het is niet makkelijk om alleen te staan. Oké. Ik geef soms ook wat aanvullingen en toevoegingen. Ja, doe dat gerust. Ja. Wat mij is opgevallen is dat als we het Oude Testament lezen, dat er wetten zijn dat als een man achterkomt tijdens het huwelijk dat de vrouw niet een maagd is, dan gelden er, dan zijn er gevolgen. Of de ouders moeten bewijs leveren. En dan is de gevolgen heel heftig.
in het Oude Testament. En ik denk dat al de geschriften geschreven zijn, ook voor ons als christenen, om daar lessen uit te halen. 2 Timotheüs 3:16. Dus wat ik daar zie is dat in ieder geval de cultuur, de Joodse cultuur, dat als heel belangrijk ziet. De maagdelijkheid bij een huwelijk. En ja, ik vraag me af of we wel zo'n cultuur hebben. Dat we dat zodanig hoog waarderen. En dat we ook beseffen hoe God ernaar kijkt. Of we dat überhaupt wel hebben. Als land, als kerkelijk Nederland. Ik denk dat als je praat met mensen uit andere culturen, andere landen. Die lezen zo'n tekst. Oh ja, 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 logisch. En hier is het misschien een heel moeilijk onderwerp. Dat is mij opgevallen. En ik denk ook dat als dit niet onderwezen wordt, dat het huwelijk de unieke heilige karakter, dan gaat er iets daaraan onderbreken. Het tart daaraan, denk ik. Want als je al gemeenschap hebt voor het huwelijk, en je gaat uiteindelijk het huwelijksbootje in, en dan heb je de honeymoon, dan komen die herinneringen naar boven van de partners met wie je al het bed eerder hebt gedeeld. Dat is een veel voorkomend iets. Dus de heiligheid van het huwelijk, de uniekheid, dat het speciaal is, exclusief is daarmee dan eigenlijk voorgoed weg. Ik vraag me af of we dat wel beseffen. Dat vraag ik me af. En ik denk inderdaad dat daar gewoon niet echt veel over wordt gesproken, wat u heeft gezegd. En als die cultuur er is, dan denk ik dat, dat de tij eventueel teruggekeerd kan worden. Dat er een gezonde vorm van schaamte is. Dat er een gezonde vorm van eer is. Ik denk ook dat het te maken heeft met het huwelijk. In het Oude Testament dan zie je ook dat het huwelijk, de dochters worden gegeven door de vader. Ik heb het idee dat ook dat concept vervaagd is in Nederland. Dat het nu een optie is. Je kan met die en die eten, maar het wordt gegeven. De Heer Jezus zei zelf dat in het einde der tijden, en in Engels, ik weet niet precies de Nederlandse bewoording, maar they were given in marriage. Het zal zijn als de dagen van Noah en ze werden gegeven, de dochters werden gegeven. Dus dat hele stukje van, maar het zijn de ouders die de dochters geven. Daar zit eer aan verbonden. Daar is, er moet met respect omgaan. Wat Jurgen ook zei, Ferrari is, die ga je ook niet zomaar geven. Zo ga je ook een dochter niet zomaar even uit laten gaan door iemand. Ik denk dat dat iets is waar een vernieuwing van denken voor nodig is. Tenminste, dat is een beetje wat bij mij opkomt. En ik denk dat we als christenen, seksualiteit ook moeten zien zoals het in de Bijbel functioneert. In de Bijbel is met elkaar het bed delen, is een huwelijk aangaan. Je ziet dat zeker in het begin van het Oude Testament, toen dat nog niet geformaliseerd werd. Wat was dan het moment dat ze getrouwd waren? Dat was dat ze met elkaar de tent deelden. Hij ging tot haar in en dan waren ze getrouwd. Isaac, ja. Dus nou, als dat is wat met elkaar het bed delen is, nou, dan zit je voor het leven aan elkaar vast en roept God je tot levenslange trouw tegen diegene? Nou, als dat de consequentie is, nou, dan denk je wel even na voordat je dat doet. Dus misschien moeten we seksualiteit ook wat hoger waarderen op het Bijbelse standpunt. En dan ook gewoon tegelijkertijd in de huwelijken die we zelf hebben, moeten we natuurlijk ook die trouw laten zien van hoe mooi het is om tegen elkaar te kunnen zeggen, we hebben niemand anders gehad en we leven in liefde en we zijn elkaar trouw, wat er ook gebeurt. Dus ja, laat ook gewoon zien hoe heerlijk het is om een bijbelshuwelijk te hebben. Ja. Amen. Nou, dat is een mooie vraag was dat. We gaan naar de volgende vragen. Wanneer is er sprake van rebellie? En deze vraag is denk ik meer geconnect met de preek van vandaag. Wanneer is er sprake van rebellie in de kerk? En hoe moet kerktucht daarop toegepast worden? En wat is het verschil met het niet eens zijn met de kerk en rebellie? Dus ik denk dat de vraag is, wat is eigenlijk het verschil? Wanneer is er sprake van rebellie en hoe
ga je als kerk daarop handelen? Kijk, als er rebellie is, dan is er eerst iets anders fout gegaan. Namelijk dat de onderlinge liefde blijkbaar weg is. Want anders kun je het inhoudelijke gesprek met elkaar voeren zonder elkaar de tent uit te vechten. Dus op het moment dat mensen menen van wij moeten in opstand komen, wij moeten onze zin erdoor gaan drijven, dat is überhaupt al een ongeestelijke houding. In een Bijbelse gemeente kun je met elkaar het gesprek voeren. Kun je op sommige punten waar de Bijbel voor meerdere uitleg vatbaar is, ook gewoon verschil van mening hebben. Niet iedereen hoeft op de punt en de komma gelijk te denken in de gemeente. Zolang je maar doet in onderworpenheid aan het woord en met de houding dat je wil luisteren naar de Heer Jezus. Dus als het goed functioneert, komt rebellie niet voor. Ik denk ook echt dat het een zonde is waar de kerk tegen op moet treden. En tegelijkertijd is dat stukje zelfreflectie wel even nodig van als leiding van de kerk of als gemeente van hoe heeft dit kunnen ontstaan in onze gemeente? Want als leiders ben je ook verantwoordelijk voor de sfeer die er is en het klimaat. En ook gewoon van ja, maar als mensen zo in opstand komen, zou het kunnen zijn dat dat aan ons ligt. Dat wij dictatoriaal zijn in de manier waarop we leiding geven. Of dat we niet luisteren naar de mensen. Of dat er geen eerlijk gesprek is in de gemeente. Of dat we gewoon de houding hebben van wij gaan vertellen hoe het zit en iedereen moet luisteren. Nou, dus die spiegel moet je jezelf dan voorhouden. Maar uiteindelijk denk ik, de leiding heeft ook de taak om de eenheid te bewaren. En dat is heel ingewikkeld. En dan zou ik zeggen van ja, dan moet uiteindelijk de leiding die door de gemeente gekozen is en daarmee door God aangesteld is, ook gehoorzaamd worden. Maar dat is, ja, eigenlijk ben je dan al in een situatie waar je zit met brokstukken. Want hoe ga je hier op een manier uitkomen dat je weer verder kunt met elkaar? Want dat moet ook het doel zijn. Ja, ik moet denken aan Mozes. Zo, ik heb wel te doen hoor, als ik even gewoon mediteer wat hij heeft meegemaakt. dan zie je ook in verschillende tijden van zijn leven zoveel, ik denk rebellie, denk ik. Een van de dingen dat mij opviel is toen de 10 spionnen, zeg maar, uitgezonden werden. 8 daarvan gaven negatief nieuws van ongeloof en twijfel eigenlijk. En 2 die gaven nieuws van hoop en geloof. Maar dan lees je dat die 8 die negatief nieuws bracht, de hele community, zeg maar, infecteerde. En toen gingen ze rebelleren. Dus ik denk dat angst en twijfel en ongeloof ingrediënten zijn voor rebellie. Dat denk ik. En dan zie je ook dat, daarom heb ik het te doen met Mozes, want dan houdt het niet op. Dan zie je zijn eigen zuster Mirjam ineens in opstand komen, die ook door de Heere werd gebruikt. En samen met Aaron, geloof ik. Hè? En omdat Mirjam klaagde dat Mozes trouwde met een vrouw. Van de Kushite. Wat is dat in Nederlands? De? Ketura, ja. En de vraag is, ja, ging zij klagen omdat zij een donker huidskleur had? Dat wordt soms, daar wordt soms over nagedacht. Maar ik denk dat haar ware motivatie is dat ze op een of andere manier niet kon accepteren dat Mozes die positie had. Want ze zegt toch, want God spreekt toch ook tot ons. En exact hetzelfde doet Korach met 250 leiders. God spreekt toch ook tot ons. Dus op een of andere manier zeggen ze iets wat wel waar is. Net als in het Nieuw Testament, we zijn allemaal gelijk in Christus. Er is geen Jood, er is geen Griek. Dat is een waarheid, maar je kan niet waarheden tegen elkaar uitspelen. Want het is net zo goed waar dat in het huwelijk een man een andere rol heeft
dan een vrouw. Dus ik zie dan dat rebellie ontstaat wanneer we niet de door God gegeven rol accepteren en dan bepaalde waarheden uitspelen tegen anderen. En dan zie je ook dat bij Absalom zie je ook een soortgelijk iets. Van ja, als ik de leider word, zie je dat dus heel vaak heeft het toch met, denk ik ook met positie en macht te maken. Maar de façade is, we zijn toch allemaal gelijk. En hé, je hebt ook een probleem. Je hebt ook een probleem. Dus er wordt dan bewust doelgericht gezocht naar de, negativiteit tegen een leider die al speelt. En dan krijg je coalitievorming. En krijg je groepsvorming. Dan zie je die groepsdynamiek ineens aan het werk gaan. En dan krijg je ineens een opstand. Dus ik denk dat vooral dat onafhankelijke eigenbelang, positie, macht ook een rol spelen wat rebellie kan veroorzaken. Maar vaak is het dus toch een paar personen die functie of een positie willen. En het ironische van dit hele geheel is dat er een soort van een indruk wordt gemaakt dat Mozes iemand is die de leiding wil hebben. Alsof Mozes op een dag wakker werd en dacht van, ik ga leider worden van Israël. Maar Mozes is juist de man die zegt, hey, ben ik de persoon? Stuur Aaron. Zie je dat? Dus het wordt geprojecteerd. Dus, en dat is die façade, zeg maar. Het is een smokescreen. En dat viel mij heel erg op. Je ziet ook in Diotrephes in het boek 3 Johannes ook. Ze accepteerden de apostelen niet. Dus dan, ik zie daar wel een patroon in, zeg maar, van rebellie. En ik denk dat dat geheel anders is dan een meningsverschil hebben. Meningsverschil, ik denk dat het heel anders is. Ik denk ook dat het effect is dat je mensen meeneemt. En dat is wat ik in de Bijbel lees. Ik heb nog ook veel vragen uit van de app. Oh, en papier zelfs. Van oldschool papier tot aan app, pc. Ik hoop dat ik het goed kan lezen. Kan tucht ook misbruikt worden? Nou, goede vraag. Ja, en dat is heel makkelijk. Als je macht hebt, dan kun je lastige mensen uitschakelen. En helaas gebeurt dat wel eens. Dat kerkleiders, zeker in kleine teams, als ze dan een bepaald geluid niet willen horen, dat dan tucht gebruikt wordt om die mensen eruit te werken. Of dat als er een conflict ontstaat in de gemeente, dat ze dan kijken, nou, wie zijn onze vriendjes of wie zitten er het langst? En dan worden die andere mensen eruit gewerkt, dan hebben we weer rust in de tent. Maar dat is natuurlijk enorm ongeestelijk. De echte tucht hanteren, als er oneenigheid is, is dat je mensen bij elkaar zet en zegt, jullie moeten eruit komen. Want er mag geen oneenigheid zijn in de gemeente. En als we terug gaan hanteren, dan is dat omdat jullie er niet uit willen komen. In plaats van om een meningsverschilletje. Kijk, kerkleiders hebben de taak om te doen wat de Heer in het woord zegt. En dat met een houding die de Heer leert. Als je zonder liefde tucht gaat hanteren. Of als je tucht gaat hanteren om macht te bestendigen. Of dan gaat het helemaal mis. En nou, dan ben ik... volgens mij kun je dan beter geen tucht hanteren dan op zo'n manier. Maar dat levert enorm veel schade op. En mensen raken beschadigd. Nou, je zou maar op zo'n manier uit een gemeente gewieberd worden. Omdat je te veel was. Of omdat je een mening had die niet welgevallig was. Dat is natuurlijk heel verdrietig. En dat gebeurt. Maar ik zou zeggen, het mag geen argument zijn om tucht niet te hanteren. Ik denk dat echt tucht willen hanteren ook dwingt om als leiders in de spiegel te kijken van, heb ik de houding van liefde tot de gemeente? Als ik dingen doe, doe ik ze uit macht of doe ik ze omdat ze goed zijn voor de gemeente? Ook al gaan ze in tegen mijn eigen belang of wat ik zelf graag zie. Dat zou de houding moeten zijn, maar helaas is die er niet altijd. Dank u wel. Ik ga naar de volgende vraag. Ik denk dat u deze vraag al beantwoord hebt tijdens de preek. Is het nodig om in de gemeente te benoemen dat iemand onder kerktucht staat? Dus niet wat iemand heeft gedaan, maar wel dat er kerktucht heeft plaatsgevonden.
Ja, daar wordt verschillend over gedacht. Sommigen hanteren een heel simpel model. Er is een gesprek geweest, eerst met degene die het gezien heeft met de persoon, dan met getuigen erbij. En dan wordt het daarna in de gemeente meegedeeld. En dan wordt meestal de naam meegedeeld en ook de zonde. En soms ook gewoon direct, zonder verder gesprek, dat iemand uitgesloten is. Zo zou je die tekst van de Heer Jezus uit kunnen leggen, vers 17. De vraag is, ben je dan nog uit op het behoud van die persoon? Of is het dan gewoon van, nou ja, dit is de procedure, die werken we even af en dan kunnen we dat achter ons laten. Ik denk dat de traditie van de reformatie het heel mooi doet. Die zegt, de oudsten die gaan eerst eens met zo iemand praten. En als die zich dan na lange tijd nog steeds niet verandert, dan maken ze het bekend alleen maar dat er iemand is in de gemeente die in deze zonde, wordt vaak wel de zonde genoemd, maar niet de persoon, zodat de gemeente erom kan bidden. En dan de volgende stap is dat ze ook de naam noemen van de persoon met de zonde die gedaan heeft, zodat de gemeente nog meer kan bidden. Maar er zit een hele tijd tussen. Dus als je je direct bekeert, wordt jouw naam nooit genoemd. En dan pas, helemaal bij de afsnijding, wordt bekend dat je uit de gemeente gezet wordt. En het mooie van die manier om het aan te pakken is dat het heel zorgvuldig gebeurt. Dat iemand heel veel ruimte krijgt om zich te bekeren. Dat je daarmee ook duidelijk uitstraalt, joh, het is het doel niet om jou straf te geven. Het doel is om jou terug te krijgen. Daarom noemen we je naam eerst niet. En daarom noemen we je naam pas als het echt niet anders kan. Dus zo. Maar verschillende gemeentes gaan daar verschillend mee om. Maar ik vind zelf dit een mooie aanpak. Ja, dank u wel. Dank u wel. En dan de volgende vraag. Ik ga niet al te veel aanvullen, commentaar, anders zoveel vragen. En ik vind het een mooi antwoord trouwens. Heel mooi gebalanceerd en zorgvuldig inderdaad. Wanneer hou je iemand af van bijvoorbeeld van het avondmaal? Wanneer er kerktucht is. En straf je iemand ook als diegene er berouw van heeft door bijvoorbeeld iemand 2 maanden niet aan het avondmaal te laten? Ja, eigenlijk 2 vragen. De tweede vraag is van, als iemand berouw heeft, hou je hem dan nog steeds van het avondmaal? Of geef je nou een straf waarmee je hem x aantal maanden van het avondmaal afhoudt? Dat zou ik persoonlijk onterecht vinden. Tucht is geen straf. Het is een maatregel die je uitoefent om iemand tot bekering te brengen. Dus zodra die zijn zonde beleidt en berouw toont, en de kerkraad mag best even kijken van, is dat echt of zeg je dat nou alleen maar? Maar als duidelijk is, iemand heeft echt berouw, dan staat daarmee de weg naar het avondmaal direct weer open. Als het aan mij ligt. Tweede vraag is, wanneer hou je iemand af van het avondmaal? Meestal doe je dat als je als kerkraad een klacht binnenkrijgt. Je gaat het gesprek aan met iemand en iemand zegt, ik ga het niet veranderen. Nou, meestal is dat het moment waarop een raad van oudsten zegt, in dat geval houden we je van het avondmaal totdat jij betering van je leven vertoont. En dat eigenlijk zit er ook een gedachte achter, het avondmaal is heilig, heilig avondmaal. En dat iemand die openlijk ervoor kiest om in zonde te leven en daar niet mee wil breken, ja, die hoort niet aan het avondmaal thuis. Dank u wel. Dan de volgende vraag. Toen ik lid werd van een traditionele kerk, was een van de te leren vragen, wat zijn de kenmerken van een ware kerk? Antwoord is dan, ware prediking, bediening, sacramenten en de tucht. Hoe moeten wij met deze belijdenis de mate van waarachtigheid van de kerk bepalen, ook in deze tijd waarin tucht nauwelijks nog praktijk is? Immers, zo'n kerk verklaart zichzelf door haar onderschrift van de Nederlandse geloofsbelijdenis als een valse kerk. Goeie vraag. Ja, Nederlandse geloofsbelijdenis zegt dat, Westminster volgens mij ook. En daarvoor was dat eigenlijk ook in de kerk van de middeleeuwen gangbaar. Hè? Elke kerk wereldwijd die bewust is van haar wortels, kiest ervoor om tucht te hanteren. Dus dat is niet uniek voor de reformatie. Dus ik zou een gemeente die dat niet doet, ja, of het geen ware kerk is, dat vind ik nogal erg veel gezegd. Ik ken genoeg evangelische broeders en zusters die geen tucht hanteren. Waarvan ik wel merk, ze zijn gehoorzaam aan het woord. Ze leven dicht bij Jezus. Ze preken dat je alleen door Jezus zalig kan worden. Ik vind het nogal ver gaan om te zeggen, die gemeentes zijn geen ware gemeentes. Ik zou zeggen, dat zijn gemeentes die
nog meer kunnen leren van het woord en daardoor nog dichter bij het ideaal van het woord terecht kunnen komen. In de reformatie zelf is ook discussie hierover geweest. Er waren vanaf het begin al gemeentes die om wat voor redenen dan ook ervoor gekozen hebben om geen tucht uit te oefenen. Dus die visie is er ook altijd geweest. Dus ik zou het niet als doorslaggevend kenmerk voor de ware kerk willen hanteren. Maar ja, ik zou zeggen, je laat iets liggen wat God wel gebiedt. Dus dat, ja, een kerk met een manco of zo. Mooi. Volgende vraag. De gemeente, dat had ook aangehaald in uw preek. Als laatste stap. Is dat alleen de oudste of is hier ook een rol voor de gemeente? Aangaan of 1 Korinthe 5:4. In de besluitvorming om iemand onder tucht te plaatsen of af te snijden. Is het niet gezond om je te verantwoorden voor de leden van je huisgezin? Tussen haakjes van God. Ja. Dat hangt eraf hoe groot je gemeente is of dat kan. Stel, ik dien een gemeente van 500 man. Ik denk dat het heel ingewikkeld wordt om één iemand die in zonde geval is verantwoording af te gaan laten leggen aan 500 mensen. Hoe ga je dat vormgeven? Dus in zo'n geval is het ook logisch om dat door een afvaardiging te doen. En dan is de kerkraad de afvaardiging die gekozen is. Zelf denk ik dat als er over gemeente gesproken wordt in die tekst, dat het gaat over de leiding van de gemeente. Dus dan is het probleem er niet. Maar hoe je dat precies invult, dat is denk ik ook aan de gemeente zelf. En wat voor model van leiderschap ze hanteren. Als jij een leiderschapsmodel hebt waar je zegt, wij benoemen ouderlingen, diaken en die regeren de kerk. En die, dan kun je het bij hen neerleggen. Als je zegt, wij hebben een meer democratisch model, waarbij je soms een paar oudsten kiest en de rest van de taken vul je in door mensen een bediening te geven of zo. En als er iets speelt in de gemeente, dan ga je er met z'n allen over stemmen. En op een gemeenteavond, in zo'n geval zou het logischer meer passen bij je gemeentemodel om het dan in de gemeente te doen. Dus ja, het is een beetje wat je gemeentemodel is. Maar zelf denk ik dat het model waarbij je mensen kiest die namens de gemeente leiding geven, dat dichtst bij de Bijbel komt. En dan is het ook logisch om het door hen te laten doen. Dank u wel. Nou, deze persoon heeft nog meer vragen, maar ik zie dat ik ook nog meer apps heb, dus ik ga even wat andere vragen behandelen. Daar kom ik later nog denk ik op terug. Vraag. Wanneer heerst een leider over de gewetens van de leden? Ja, dat is eigenlijk een hele eenvoudige vraag. Als die iets dwingend oplegt wat de Bijbel niet dwingend oplegt. Ik noemde in de preek het voorbeeld van sommige mensen zien vliegen als zonde, want dat gaat, dan zorg je slecht voor het milieu. Als een leider zegt dat moet je doen, anders kun je niet bij de gemeente horen, dan ben je tyranniek bezig. Dan leg je jouw mening, iets wat niet duidelijk in de Bijbel staat, op aan anderen. En dat christelijke vrijheid, dat is een van de hoofdthema's van Paulus, die zegt als christen ben je vrij, behalve in de paar dingen die God in zijn woord duidelijk van je vraagt. Dank u wel. Volgende vraag is, als iemand wel lid is, maar niet aan het avondmaal gaat, kunnen we aan zo iemand kerktucht opleggen? Ja, dat is een goede vraag. Dat hangt weer af van je kerkvisie. Zelf ben ik in de Hersteld Hervormde Kerk predikant. Daar denken wij vanuit het verbond. Dus de gedachte is, iedereen die geboren wordt in een christelijk gezin, of die later toetreedt tot de christelijke gemeente, is daarmee in het verbond van God. Ook al heeft hij nog geen persoonlijk geloof. En is daarmee ook gehouden om zich aan Gods regels te houden. Vergelijk het met het volk Israël. Dat is het beeld wat kinderdopers vaak gebruiken. Israël was helemaal het volk van God. Iedere Israëliet moest zich aan de regels houden. Maar niet iedereen in Israël geloofde ook persoonlijk in de God van Israël. Terwijl dat wel nodig is om behouden te worden. Maar ze moesten wel allemaal aan de regels houden. Als dat je kerkmodel is, hanteer je kerktucht tegenover iedereen die erbij hoort, dus ook kinderen. Als je model is waar je zegt, we zijn baptistisch, je wordt gedoopt op basis van je geloof, waarmee je zichtbaar maakt, ik geloof in de Heer Jezus en daarom hoor ik nu bij de gemeente. In zo'n kerkmodel horen de kinderen en degene die interesse tonen nog niet tot echt tot de gemeente. Die leven mee met de gemeente, maar ze behoren nog niet tot de kern van de gemeente. En in zo'n model is het logischer, denk ik,
om dan tucht te beperken tot de gedoopte leden. Maar ook daar wordt weer verschillend mee omgegaan. En niet elke gemeente denkt even consequent na over een gemeentevisie en over hoe ze dan tucht moet hanteren. Dus, maar ik denk dat dat de meest zuivere opties zijn. Ja. Dank u wel. Volgende vraag is, onze gedachte over tucht gaat vaak over bekering. Blijft dit altijd staan, ook als we 2 Korinthe 2 vers 5 tot 7 lezen? Misschien kunnen we dat naslaan. Tijd heelt alle wonden. Dus na verloop van tijd praten we er niet meer over of zal eerst bekering getoond moeten worden en herstel van datgene wat er is gebeurd. Ja, dat is een goede vraag. Kijk, hoe staat het precies? Ja. 2 Korinthe 2 vers 5 en 7. Ja, 2 Korinthe 2 vers 5 tot 7. Ja, ik lees hem even zoals hij in de HSV staat. Maar als iemand droefheid veroorzaakt heeft, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar in zekere zin. Omdat ik het hem niet te zwaar maak, maar u allen. Voor zo iemand is die straf die door velen is opgelegd genoeg geweest. Zodat u hem daarentegen liever moet vergeven en bemoedigen, omdat zo iemand niet misschien door al te grote droefheid wordt verteerd. Ja, volgens mij gaat het over iemand die iets gedaan heeft wat niet goed is, wat de gemeente beschadigd heeft, die daar verdriet over heeft, die daar ook gewoon door gestraft is door de gemeente. En die heel verdrietig is en die vraagt, ja, kan ik terugkomen of niet? En volgens mij is dan het antwoord van oké, hij heeft een straf gehad, er is een maatregel tegen hem genomen en hij is verdrietig, laten we hem nu als gemeente ook bemoedigen. Joh, we laten het achter ons. Ja, wat je gedaan hebt is niet goed geweest, maar we zien dat je er verdriet over hebt. We vergeven het je, we gaan weer verder met elkaar. En dat is natuurlijk wel heel mooi als dat kan. Hè? Van, waar mensen zijn, worden fouten gemaakt. Nou, wat is het mooie dat als fouten gemaakt worden, die pijn hebben gedaan, als je dan kan zeggen, sorry, ik heb er verdriet van. En dat dan degene die je verdriet gedaan heeft, dan tegen jou zegt, joh, maar ik zal niet langer boos op je zijn, ik heb je vergeven, kom, we gaan samen weer verder. Nou, wat laat je dan het beeld van de vergeving van de Heer zien? Ik denk dat dat er een beetje mee bedoeld wordt, op het eerste gezicht. Ik heb me niet heel diep in die tekst verdiept. Mooi. Mag iemand die in uitbrekende zonde geleefd heeft, dus seksuele zonde, overspel, misbruik, ooit weer een voorganger worden? Er ouderlingen moet, ja, een beetje misschien verkeerd getypt, maar het gaat om de onberispelijkheid van de ouderlingen. Of kan zo iemand zich beter terughoudend opstellen? Ik zou ja zeggen op beide suggesties. Is er een weg van, als je een zonde hebt gedaan en je hebt daarvoor vergeving ontvangen, is daarmee het ook echt af? Hè? De Heer vergeeft de zonde niet alleen, maar die laat hij ook achter zich. Dus je begint echt opnieuw. En dat vind ik het mooie beeld van wedergeboorte. Dat is, als je op je 50ste tot wedergeboorte komt, dan begin je vanaf dat moment opnieuw. Dan gaat vanaf dat moment je leven opnieuw tellen alsof je nog nooit eerder geleefd hebt. Nou, dat is eigenlijk ook wat er bij vergeving gebeurt als je in zonde valt. Je begint echt weer met een blanco blad. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, is er geen reden waarom zo'n persoon niet een ambt zou vervullen. Maar Paulus geeft ook voorwaarden waarin hij heel nadrukkelijk zegt dat een ouderling, een predikant, onbesproken gedrag moet hebben. En dat is naar buiten toe, naar de wereld toe. Ze moeten nooit tegen ons kunnen zeggen, oh, dat is zo iemand die nou zo iemand als leider heeft. En zeker niet als zonde zijn richting minderjarigen. En het tweede is, ja, je moet ook voorzichtig zijn, want je wil niet dat iets nog een keer gebeurt in de gemeente. Dus als je weet, er zijn zonden op seksueel gebied geweest, ja, dan is het niet handig om iemand in een functie te geven waarin in de verleiding komt. Want als in het pastoraat heb je soms gesprekken die één op één zijn. En ja, dan wil je iemand daar ook voor bewaren. Dus dan zou ik zeggen, dan is het ook nog liefde om te zeggen, joh, dat is gewoon niet verstandig in deze situatie. Dus dat overwegend hebben, zou ik zeggen, nee, toch niet. Goed. En dan gaan we over naar de live vragen. Heeft u een vraag, dan kunt u naar voren komen
en die microfoon gebruiken. En dan mag u de vraag stellen. Iemand? Ja, door al die vragen en antwoorden is het bij mij ook wel in de gedachte gekomen. Ik ken een gemeenschap waar zeg maar één diaken is overgebleven, waar nu ook dingen gebeuren die ook juist kerktucht nodig hebben. Maar er is niemand die dat kan uitoefenen. Hoe moet je nou in zo'n gemeente daar dan toch mee omgaan? En het zijn eigenlijk meningsverschillen die juist problemen veroorzaken, nog ineens echte zonde. Misschien ook wel rebellie een beetje, maar... Ja, het moeilijke is dat als er nog maar één ouderling is, heb je dan nog een volwaardige leiding? Of zit je dan in een heel ongezonde situatie? Hè? Want die ene, die bepaalt dan heel het beleid in zijn eentje. Dat zou ik heel ongezond vinden. Soms kan het niet anders, hè? Dat de gemeente heel klein geworden is. Dan moet je wel. Mijn advies zou in zo'n situatie zijn van, een gemeente kan niet bestuurd worden door één iemand alleen. Dat is ongezond. Dus vraag gemeentes aan wie je verbonden weet of die jou bij willen staan. In onze herstelde vorm de kerk hebben ze de optie dat als een gemeente te klein is om een volledige kerkraad te hebben, dat dan gemeentes uit de klasses, uit de buurt, die sturen dan één ouderling. Uit meerdere gemeentes komt er dan één ouderling naar die gemeente. En die vormen dan een tijdelijke kerkraad totdat de gemeente weer zelf genoeg mensen heeft om ouderlingen te hebben. En dan voorkom je dat. Want anders, ja, als je het in je eentje moet doen, nou, dat is enorm zwaar. En ga maar eens optreden in je eentje. Dat lijkt me heel erg kwetsbaar ook. En je mist gewoon het gezag, want mensen kunnen ook gewoon zeggen van, jij zegt dat in je eentje, maar ja. Dus, maar ingewikkeld. Een ingewikkelde zaak. Een andere vraag, en dat houdt mij altijd bezig, als ik lees van dat de geest is uitgestort op al het vlees. Dat heeft niks dan met dit te maken, maar dat houdt me altijd bezig. Want zijn dat ook de mensen die zeg maar niet in Christus geloven, die dan toch een stukje ervaren? Of, want daar ben ik eigenlijk nooit echt uitgekomen. Dat is een persoonlijke vraag. Goeie vraag. Dat hangt met heel veel dingen samen. Je leert van de Heilige Geest, hoe je omgaat met profetieën. Zelf lees ik de profetieën als plaatjes. Sommige mensen lezen een profetie, nou, dus zin 1, dat is een statement en die gaat uitkomen. Zin 2 is een statement, komt op een ander moment uit. Volgens mij, als de profeet, en zeker profeet Joël, zo'n profetie geeft over wat er gebeurt als de Heer weer gaat werken. De achtergrond van de profetie Joël, waar deze woorden uitkomen, is het volk is in ballingschap. God heeft ze weggestuurd uit zijn land. De tempel is afgebroken. God heeft zich uit de tempel teruggetrokken. En het volk is moedeloos. Komt het nou ooit nog goed tussen God en ons? En dan komt Joël en die schetst dan een toekomstplaatje. Eens zal het zo worden dat Gods geest weer over heel het volk wordt uitgestort. En dan gaan de oude dromen en de jongeren gaan profeteren. Dus er komt weer een nieuwe toekomst. Mensen die gaan weer met de Heere leven. Ze zijn weer vol van de Heere. Dat is het beeld. En dan zegt Petrus op de Pinksterdag, als heel veel mensen de boodschap van Jezus horen en tot geloof komen, dan zegt hij, dit is wat op dit moment nu gebeurt. Kijk eens, moet je eens kijken. Zoveel mensen die opeens weer met de Heer gaan leven. Ze leefden zonder de Heer en nu opeens leeft het weer. En dit plaatje komt in vervulling en meestal moet je dan bij profetieën zeggen, de uiteindelijke vervulling komt helemaal aan het einde. Als er een nieuwe hemel, nieuwe aarde is, dan zal iedereen vol zijn van de geest. Iedereen dicht bij God leven, iedereen met hem door het leven gaan. Dus ik denk dat je die profetie zo moet lezen. Dus niet op alle mensen die op dat moment leefden. Want ik geloof niet dat iemand die de geest heeft, Jezus niet als Heer kan beleiden. Volgens mij iedereen die de geest heeft, gaat Jezus als Heer beleiden. Die bekeert zich, die gaat met hem leven. Dus zo. Mooi. Heeft iemand een vraag? Ik zie wat mensen nadenken. Misschien twijfelen, maar voelt u zich vrij om een vraag te stellen?
En misschien kan ik commentaar geven over die vraag, de eerste vraag van jou, dat er alleen een diaken is overgebleven, als last man standing of zo. Ja, de vraag is misschien van, ja, maar wat is de kerkvisie? Dat er geen ouderlingen zijn in de eerste plaats. Dus dat zou bijvoorbeeld een vraag kunnen zijn. Ik heb er geen antwoord op, hè. Maar stel je voor dat je een kerkmodel hebt waar, zeg maar, de leden beslissen. Ja, dan heb je soms situaties dat er vergaderd wordt over de kleur van de verf, zeg maar. En dat mensen om, bijvoorbeeld, dat kan, hè. Dus dat heeft natuurlijk wel een hele grote impact op de stabiliteit van de gemeente. Dus dat is denk ik ook dat kan een rol kunnen spelen. Ja, als het gaat om dit soort zaken. Maar ik kan daar geen antwoord op geven. Maar ja, wat is het kerkmodel? Wat is een visie op de kerk? Wat is een visie op leiderschap? Op besluitenvorming en dat soort zaken? Die jaken die er over is gebleven, die kan het inderdaad niet aan. En die wordt overal rompeld. Ja, dan denk ik ook dat een soort van advies wel noodzakelijk kan zijn voor zo'n gemeente om het weer op goede orde te brengen. Als het, dan is het echt een uitzonderlijke situatie, denk ik. Misschien wat Simon net ook zei, hè? Dat van buitenaf even tijdelijk als interim het overneemt. Ik heb een vraag. Over kerktuchtiging. U zei net van ja, als kinderen nog niet, wanneer ze wel of niet getuchtigd kunnen worden. Mm-hmm. Maar ik heb dan een ander voorbeeld. Stel, iemand komt nieuw de gemeente binnen. Dus er is geen kind van niemand, geen familie. Maar die stapt zo binnen. Misschien een vage vriend van iemand uitgenodigd. En je weet dus helemaal niet hoe of wat. Hij is duidelijk geen lid, geen gemeentelid. Die gaat zich echt misdragen. Kan de leiding zo iemand dan tuchtigen? Kan die onder de kerktucht van, hij is geen lid, hij komt zo van buiten binnen? Ja, ik zou zeggen nee. En ik zou sowieso ook gewoon uit principe geen tucht hanteren tegen mensen die nieuwkomers zijn. Gewoon... Je wil eens laten zien hoe mooi het is om de Heer te leren kennen. En hoe goed het is om met hem te gaan leven. En dat je levensstijl als je voor het eerst een kerk binnenstapt wat anders is als wat God in zijn woord voorschrijft. Dat lijkt me vanzelfsprekend. En je moet mensen ook de tijd gunnen om dat door te krijgen. En ik zou in de eerste fase gewoon de nadruk leggen van joh, leer de Heer Jezus kennen. En de rest komt later vanzelf wel. Maar ja, in uitzonderlijke situaties kan het natuurlijk gebeuren dat iemand van buiten afkomt en dingen gaan doen die echt gewoon de reinheid van de gemeente... Hallo. Ik bedoel bijvoorbeeld iemand komt van buiten binnen, hij gaat de vrouw lastigvallen die daar komen. Of hij gaat, hij is duidelijk niet eerlijk, gaat mensen... oplichten om financiële doeleinden, dat soort dingen. En kan je daar dan als leiding niet kudde beschermen tegen iemand die zich dus duidelijk misdraagt? Ja, ik zou dan gewoon het gesprek aangaan. Ik zou dat geen tucht noemen, maar ik zou gewoon duidelijk aangeven, joh, zo doen wij dat niet als gemeente en dit gedrag accepteren we ook gewoon niet. En ik zou dat ja, ook gewoon fatsoen vinden in plaats van tucht of zo. Kijk, ja, kijk, je kunt hem niet van het avondmaal afhouden of zo, want hij is geen lid van de gemeente, dus kan niet aan het avondmaal. Je kunt hem... Ja, buiten de gemeente sluiten, maar ja, hij hoort er al niet bij. Dus echt maatregelen kun je niet nemen. Maar ja, ik zou het gesprek aangaan en ook naar de gemeente communiceren als het doorgaat. Van, joh, dit is niet wat wij willen. Maar ik zou het ook wel heel ver vinden om te zeggen, hier komt het gebouw niet meer binnen. Dat wil je ook niet. Maar ja, maar ik hoop eigenlijk dat zulke soort situaties zich nooit voordoen. Want, ja. Ik denk ook dat die vraag... van u
zeg maar, voortkomt uit het feit dat we nu in een maatschappij leven dat ja, het best wel vanzelfsprekend is om naar kerk te gaan en nooit te committeren. Ja. Aan een lokale gemeente. Dus dat je echt lid wordt van een gemeente. Dus dan wil men bewust zeg maar niet lid worden. Ik begrijp dat als iemand zoekt naar een gemeente, dat het tijd kost, dat je bezoeker bent, dat je gaat leren wat onderwijst een gemeente. En dat kan ook zijn dat zo'n persoon verschillende gemeenten bezoekt. Dat is denk ik prima, hè? Maar als de hartsgesteldheid is, ik wil nooit lid worden van een gemeente. Kan misschien komen door gebrek aan kennis van Gods woord, hè? Dat kan. Maar als het de hartsgesteldheid is, nee, ik stel me echt geheel onafhankelijk op. Ja, daarmee laat hij of zij zien dat die persoon eigenlijk gedraagt als een ongelovige. Dat is volgens mij wat Wayne Mack zei in zijn boek over de kerk. Want je kiest er bewust voor om niet deel te nemen aan een lokale gemeente. Ja, wie doen dat? Dat zijn de ongelovigen. Dat betekent niet dat die persoon geen christen is. Dat betekent niet dat die persoon geen christen is. Want dat, kijk, wij kunnen niet in het hart kijken. Een persoon kan ook daadwerkelijk opnieuw geboren zijn. Het is niet aan mij om daar een oordeel over te geven. Maar op basis van het feit dat zo'n persoon zich geheel onafhankelijk opstelt, is niet iets wat ik in Gods woord lees. En ik denk dat we heel veel van dat soort mensen hebben. En die kunnen misschien ja, allerlei hele hooggeestelijke dingen doen voor de Heer. Maar nooit aansluiten bij een lokale gemeente. En ik denk dat dat ook weer komt door een, ja, een onafhankelijke geest, zeg maar. Een onafhankelijke geest die zich nooit aan een gevestigde structuur of orde kan settelen. Dat maakt die persoon geheel ja, ongemakkelijk. Je ziet er bijvoorbeeld in het leven van Abner. Dat, als ik het verhaal van David lees, dan denk ik van wat is die man toch onbeleefd, die Abner, hè? Of die Joab. Joab of Abner, een van die twee. Die uiteindelijk Absalom doodde. Wie was dat? Was dat nou Joab of was dat nou Abner? Nou, in ieder geval een van die generalen die bij David was. En hij luistert gewoon niet. Hij gaat gewoon zijn eigen gang. Uiteindelijk irriteert hij zich volgens mij ook aan het feit dat Solomon de opvolger wordt. Dus je ziet iemand heel dicht samenwerken met David. Op een gegeven moment, in zijn hart is hij gewoon onafhankelijk. Individualistisch. En dan gaat hij tegen David keren. En dat is denk ik wat je heel vaak ziet. Men ageert zich tegen een gevestigde orde. Want dat wordt als ja, niet geestelijk gezien. Dat wordt gezien als iets, ja. Maar wat ze eigenlijk heel stiekem doen, dat hebben ze misschien niet door. Ze trekken uiteindelijk mensen naar zichzelf toe. Zij zijn uiteindelijk het gezag. Ik heb de visioen, ik heb de visie. En ze trekken mensen naar zichzelf toe. Dat gebeurde volgens mij ook in de tijd van Luther. Die wou reformeren op een rustige manier, zeg maar, in-house, binnen de kerk. En dan had je stel radicalen, waaronder ook helaas Anabaptisten zaten. Weet je, er zijn gewoon behoudende baptisten en kinderdopers. Maar Luther sprak zich ook uit tegen die radicalen. De manier hoe ze dat doen. Compleet ageren, chaos, oorlog. En dat is niet de bedoeling. En ik denk dat die geest nog best wel in leven is. En dat die ook soms aan de kaak gesteld mag worden. Want het zorgt voor heel veel chaos in gemeentes. Heel veel chaos. Dus ja. Wie heeft nog een vraag? Dan kunnen we ook zo meteen denk ik gaan afsluiten over een 10 minuten denk ik. Max? Hi. Misschien is de vraag al beantwoord, want ik schuif net aan.
Vanmorgen hoorden we dat iemand die niet wil bekeren. Je gaat eerst één op één, dan met getuigen erbij, dan met de ouderling, dan met de gemeente. En als die persoon niet wil bekeren, dat die persoon dan uit de gemeente wordt gezet. En daarmee ook uit het koninkrijk. Betekent dat dan dat die persoon nooit wederom geboren is geweest? Zie ik dat goed? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat in de christelijke traditie de focus op wedergeboorte is een relatief nieuwe. Niet dat men gezegd heeft dat wedergeboorte niet nodig was, maar dat men dat had als verklaring achteraf waarom mensen met de Here leefden. Mensen leven met de Here, nou, dat kan alleen maar als je wederom geboren bent door Gods Heilige Geest, want wij kunnen onszelf niet veranderen. Dus als men dan gedrag zag wat heel erg duidelijk in tegenstrijd was met de Bijbel, dan zeiden ze, nou, dat is niet van de Geest, dus is men waarschijnlijk niet wedergeboren. Ik zou die vraag heel bewust openlaten, want ik geloof dat sommige kinderen van God wedergeboren zijn, in zonde vallen en dan een karakter hebben wat heel eigenwijs is. En dan ondanks al die waarschuwingen gewoon volharden, gewoon puur omdat ze te eigenwijs zijn om hun hoofd te buigen. Dat is absoluut niet geestelijk. Maar ik zal wel zeggen, als het echt kinderen van God zijn, dan zullen ze vroeg of laat toch toegeven, ik heb het fout gehad, en vragen en een schuld beleiden en terugkeren. Ja, en dat kan. En dat gebeurt gelukkig soms. En dat is ja, wel heel mooi. Ja. Dankjewel. Nog iemand? Goeie vragen trouwens. Ja, hele mooie vragen. Kijk eens. Een ander voorbeeld, iemand komt nieuw binnen en die is angstig om lid te worden vanwege een hele nare ervaring in de vorige gemeente. Komt uit een secte of een gemeente die heel erg sectarisch was en waar dus echt waar die zeer onterecht behandeld is door de leiding. Dus iemand komt wel, maar is daardoor geen lid, want die vindt dat gewoon heel erg eng door de ervaringen die hij heeft opgedaan in de vorige gemeente. Dus is iemand dan niet te tuchtig of niet wel heilig avondmaal? Is iemand dan een medegelovige? Of wat die is in principe door gehoorzaamheid aan het woord van God uit die vorige secte gegaan? Ik denk dat we met mensen die beschadigd zijn, want daar heb je het dan over, met liefde moeten omgaan. Dus als je ziet, iemand komt beschadigd binnen, nou gun iemand dan ook de tijd die nodig is om te leren zien, hé, maar in deze gemeente is dat anders, hier hoef ik niet bang te zijn. En door mee te doen, kom je er vanzelf anders, dat het in deze gemeente anders werkt. En dan heb ik de hoop dat als mensen dat een poos gezien hebben, dat vertrouwen weer een beetje terugkomt en ze zich weer aan durven sluiten. En als echt die traumatische ervaring meespeelt, zou ik zelf ook nog wel overwegen om zo iemand in tussentijd wel toe te laten aan het avondmaal. Als je iemand herkent als broeder en zuster in de Heer en je merkt van, nou, dat die heeft nog wat meer tijd nodig. Maar ja, want avondmaal is ook niet voor niks gegeven, ook tot versterking van het geloof. Dus ja, ik zou er een beetje zo mee omgaan. Maar ja, in uitzonderingssituaties altijd zoeken van, nou, hoe zou de Heer Jezus in zo'n geval geweest zijn? Hè? Van, hoe zou hij op een barmhartige manier omgaan met mensen die gebroken zijn en ze tegelijkertijd toch proberen te laten leven zoals hij bedoeld heeft? En daar hoort, denk ik, aansluiten bij een gemeente bij. Dus ja, zoiets. Ik heb, volgens mij was het John MacArthur die dat zei, dat als iemand lid wil worden van een gemeente, de enige eis is ja, dat die persoon echt een christen is. Maar dat wel onderwezen wordt wat de gemeente onderwijst. Dit is wat we onderwijzen. Ja. En dat vond ik wel een mooi antwoord. Van ja, inderdaad, ja, je kan niet iemand die een kind van de Heer is, buitensluiten. Zo'n persoon heeft misschien zoveel narigheid meegemaakt, ja, dat het tijd kost om weer vertrouwen te krijgen.
Je wil dat niet nog een keer meemaken. Dus je gaat al met een hele andere bril naar dingen kijken. Dingen worden verdacht. Weet je? Dus ik denk dat het ook heel veel tijd en geduld vergt. Maar dat er wel een open houding is van, ja, maar als je werkelijk waar de Heer Jezus volgt, je gelooft werkelijk waar in Hem, dan is er geen recht, zeg maar, om iemand niet tot de kerk te verwelkomen. Het zijn misschien formele zaken. Weet je, dat misschien nog iemand een lidmaatschapcursus moet volgen, dat soort zaken, praktische zaken, om de eenheid te bewaren. Maar dat vooral dan wordt onderwezen. Dit is wat de gemeente onderwijst. Stel je voor, je gaat als baptist naar een kerk waar kinderen worden gedoopt. Nou, dan, en er is geen andere kerk, en hij is overtuigd van volwassen doop, maar er is een kinderdoopkerk. Dan kun je daar naartoe gaan, je wordt misschien lid. Ik heb wel eens met dominees gesproken waar zulke situaties voorkwamen. Maar dan kiezen de mensen bewust voor, ik ga niet zorgen voor verdeeldheid of zo. Weet je, al ben je zo overtuigd, oké, maar dit is wat deze gemeente leert. Oké, dan moeten we dat gewoon respecteren. En zo zijn er ook mensen die komen met van alles meegemaakt. Maar de gevaar is, op een gegeven moment gaan ze op basis van wat ze ervaren hebben, heel reactionair gaan ze reageren. En in dat moet ook gezetteld worden. En dat ze ook rust zullen vinden. Ja, maar okay, dit is een gemeente. Dit wordt hier onderwezen. Kun je daar ook onder scharen? Als dat niet verteld wordt, dan kan die persoon door die schade weer andere schade beschadigen. En dat is ook een gevaar waar je ook voor moet uitkijken. Ja, maar ik vind het wel jammer dat heel veel mensen helaas toch wel misleid worden door al die radicale groeperingen. Dat vind ik echt heel erg jammer. Je ziet het overal en het brengt geestelijke schade. Het klinkt allemaal leuk, het ziet er allemaal leuk uit. Laatst zag ik nog een gemeente, ik ga hem geen namen noemen. Hè? Lekker fellowshipen, lekker eten en allemaal plaatjes van eten. En het trekt ook een bepaald volk. Het trekt ook een bepaald volk. Maar na een paar jaar, dan hebben hun ook weer oneenigheid. Of je gaat een heel hiërarchisch, autoritair systeem aan vastzetten, weet je wel. Dan hou je ook mensen. Maar ja, het is toch mensen naar mensen leiden. En niet altijd naar God. Al wordt God en visie en wat dan ook benoemd. Dus dat vind ik wel heel schadelijk. Daar moet je echt heel, heel erg waakzaam voor zijn. Dus ik zou altijd zo'n persoon ook adviseren om naar een gevestigde gemeente te gaan met een gezonde kerkorde die al een tijd bestaat, die heeft ook een goede systeem, maar een goede backbone, hè, en procedures om dingen te voorkomen, dat er een controlerende orgaan is. Dat soort zaken, dat de gemeente wel gezond blijft. Dus hoop dat zo'n persoon daar naartoe gaat. Ja. Ik heb nog een vraag. Stel, er komt iemand de gemeente binnen met een vleeselijke verlangen om met een man die graag gemeenschap heeft met een man of een vrouw die graag gemeenschap heeft met een vrouw en die komt de gemeente bidden. Ik ga ervan uit dat wij dan ook wij als gemeente zo'n persoon helemaal ontarmen en in ons midden nemen en gewoon met liefde behandelen. Echter, als zo'n persoon ervoor overtuigd is dat hij daarmee geen zonde doet of daarmee door wil gaan, kunnen wij dan... Hoe zou je het aanpakken om zo iemand te overtuigen van zijn zonde en toch zijn eigen vlees neer te leggen om tot Christus te komen, zodat diegene ook lid mag worden van de gemeente? Hoe zou jullie dat aanpakken? Allemaal moeilijke vragen, moeilijke thema voor de preek. En, dat de laatste vraag dan. Ja, hoe pak je dat aan? Veel gesprekken en iemand ook gewoon
Moet ook even wennen. Zeker als het iemand van buitenaf is die Christus nog nooit gehoord heeft. Dan moet je even een poosje horen van wat heeft het evangelie te zeggen? Wie is Christus? Want mensen moeten ontdekken dat Christus beter is als wat ze nu hebben. Want als dat er niet is, dan heeft het geen zin, zeg maar. Dus ik zou zeggen, laat zo iemand meeleven. Onderwijs hem ook in persoonlijke gesprekken over wat de Bijbel zegt. En dan hoop je dat er een moment komt dat iemand zegt, ja, maar ik heb Jezus gevonden en hij is zo heerlijk. Ik ga strijden tegen mijn zonde, ook al vind ik dat heel erg moeilijk. En ja, zo zou ik het aanpakken. En tegelijkertijd, ja, dat kan best lang duren. En misschien komt het niet. En tot die tijd zou ik wel vasthouden dat zo iemand niet lid kan worden van de gemeente. Zo, ja. Ja, mooi. Mooi. Ik denk ook dat onze levensstijl, als we voor de Heer leven, voor zijn aangezicht, heilig, dat heiliging ook een aantrekkingsfactor is voor een stervende wereld. En dat daardoor ook hun eigen zondes aan het licht wordt gebracht. Dus dat, ik denk dat dat ook helpt, ons eigen levensstijl. En dan met geduld en liefde omgaan met zo'n persoon. Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat er sprake was van zonde of een verkeerd beeld. Dat ik, ik hoop rustig en geduldig, dat gezegd heb. En dan accepteert men het niet gelijk. Dan denk je van, oh, ze hebben je afgewezen. Maar dan hoor je jaren later, of een jaar later, hé, datgene wat je zei, daar heb ik over nagedacht. Ze geloven het eerst misschien niet. En zo'n persoon verandert. Dus ik denk vooral niet een veroordelende houding, maar met rust en geduld, wetende dat wij ook zondaars waren. En dat het genade was dat God ons heeft getrokken naar hem. Ik denk dat je die rust ook gaat uitstralen als je die genadevolle boodschap ook uitleeft. Ook in het vertrouwen dat bekering tijd kost. Het is niet dat als je gaat geloven dat dan opeens dat je nergens last meer van hebt, maar dan komt er een strijd. En zeker als je je denken moet vernieuwd worden. En dat kost nieuwe denkpatronen aanwennen, dat kost tijd. Dus ja, mensen moeten een poosje onder het evangelie komen en tegelijkertijd onder het evangelie werkt de Heilige Geest. En waar de Geest begint met werken, daar komt het vroeg of laat vanzelf. Hartelijk bedankt. Nou, daarmee zijn we geëindigd met deze vraag- en antwoord sessie. God zegen. God zegen.